Ook in deze middagdienst heten we u van harte welkom, gemeente, gasten en allen die in deze dienst met ons verbonden zijn. Vanmiddag gaat voor onze eigen predikant dominee Evin van der Ree. De schriftlezing is uit Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. En het thema is de opgestane Christus troost zijn kerk. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor Pniel algemeen. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk, die kunt u op de bekende wijze overmaken. Morgen op Tweede Paasdag bent u van harte uitgenodigd voor de paassamenkomst voor het hele gezin, familie, buren of gasten. En de aanvang is 9:30. En er zal een speciale collecte gehouden worden voor een bijzonder doel. Christopher Elliott uit onze gemeente is daarbij betrokken en zal een toelichting daarop geven in de dienst. En daarom bevelen we deze collecte alvast van harte bij u aan. Na de dienst morgen is er ook koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. We zingen nu eerst Weerklank, lied 427, vers 1, 2, 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen de lof op de Heere voortzetten met het zingen van Psalm 99, daarvan het eerste en het vierde vers. Nu, de Heer Jezus is opgestaan. Hij was dood, maar is levend geworden. Nu leeft en regeert hij tot in eeuwigheid en is hij de koning aan wie alles onderworpen is. En daarom willen we samen gaan zingen uit Psalm 99, vers 1 en ook vers 4. Aan het rijk van de opgestane levensvorst zal geen einde komen. Dat mogen wij nu samen belijden. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen daarna zingen uit Psalm 99, het achtste vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader
En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij eerst samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Heren, zo mogen wij op deze heerlijke zondag, deze feestdag van uw kerk, opnieuw samenkomen hier in uw huis. En wij danken u, Heren, dat u ons samenbrengt, ook op deze middag rond een open Bijbel. Uw woord waarin geschreven staat dat u, Heer Jezus, bent opgestaan en u wekt ons tot leven. Ja, Heren, dat bidden wij u ook. Of dat zo mag zijn, dat u ons tot leven wekt vanmiddag als we nog dood zijn in onze zonden en misdaden. Dat u ons ook weer opnieuw leven geeft wanneer het lauw is geworden. Wanneer ons geloof ja zo kalmpjes is. Heere, kom dan met uw geest en met uw woord vanmiddag, opdat de verwondering en de aanbidding en de lofprijzing vanuit ons hart mag opkomen. Breng ons onder de indruk, Heren, van wie u bent, Heer Jezus, in uw opstandingsmacht en kracht. En dan mogen we vanmiddag meekijken met uw dienaar, met Johannes, op Patmos. Heren, geef ons ogen van geloof en open ons hart om zo u, Heer Jezus Christus, te mogen zien en te mogen belijden en dat wij ons in u verheugen met alles wat in ons is. Want u bent zo hoog verheven. U bent de koning over leven en over de dood. U hebt de zonde weggedaan. U bent volkomen heilig en bij u is enkel heiligheid. Heren, breng ons onder de indruk van wat u zo vanuit uw woord ons vanmiddag wil laten zien. En dan danken wij u, Heren, dat over heel deze wereld vandaag die paasjubel gaat.
de lof op uw naam. Heere, wij bidden u. Wilt u velen in het hart grijpen, tot geloof brengen? Zoals u dat ooit moest doen, Heere, met de vrouwen die bij het graf kwamen. Zoals u dat moest doen met uw eigen discipelen, die het niet geloofden. Zoals u het moest doen met Thomas, die ongelovig bleef, maar toen geloofde. Ja, Heere, zoek ons ook op, zoals u Petrus opzocht na uw opstanding, toen u hem tot 3 maal toe vroeg: heb je mij lief? Heere, opdat zo door zijn leven een streep zou gaan door de zonde. Zoek ons ook zo op, Heere. Opdat ook door ons in ons leven een streep zou gaan door alle ongerechtigheid. En het verzoend is door uw bloed. Wij danken u dat wij in alle rust en vrede hier samenkomen. Want er zijn ook vele plaatsen waar onze broeders en zusters in het geloof worden vervolgd. We dragen hen aan u op, Heere. Wees u ze nabij. Ondersteunt u ze. Geef dat juist ook op die plaatsen uw kerk zegeningen mag ontvangen van u de opgestaande. Ja, u zult ook daar uw kerk toch in uw hand houden, Heere. Houd ook ons in uw hand, ook als kerken, te midden van alles wat er is, wat er gebeurt, te midden van alle spanningen, verschillen die er zijn. Heere, hou ons dicht bij u en geef dat wij vanuit uw woord ook de opdracht mogen verstaan en wat dat betekent om dicht bij u te willen zijn en te willen blijven. Heere, wij bidden u of u het werk van zendelingen en evangelisten wil zegenen. Heere, ze mogen juist dit evangelie van de opgestane levensvorst van u, Heere Jezus, mogen zij de wereld inbrengen en verder brengen. Wilt u hen zegenen? Wanneer het zo gemakkelijk op allerlei weerstand kan stuiten, dat ongehoorde dat u dood was en dat u leeft. En dat wie in u gelooft niet sterft, maar leven zal. Heere, wij bidden u, breng het verder en wilt u juist op die voorposten in uw koninkrijk rijk zegenen met uw Heilige Geest. En bemoedig hen dat ze ook iets van vruchten mogen zien op hun werk. Heere, wij bidden u voor de kerken in Veenendaal. Wij denken ook aan de Pooster. Ook daar mag vandaag het paasfeest gevierd worden. Heere, zegent u alle bezoekers daar, die daar vandaag geweest zijn. En geef dat ze ook vanuit dat heerlijke evangelie mogen leven en al meer mogen leven. Wees u met andere kerken, ook in ons land. Heere, in een tijd waarin het zo moeilijk kan zijn om trouw te zijn aan u, om als christen ook uw naam te belijden in woord en daad en in onze levenswandel te laten zien dat wij van u zijn. Heere, wij bidden u om moed en om kracht en rust ons toe vanuit uw woord en door uw Heilige Geest steeds opnieuw om zonder schroom van u te getuigen. Heere, wees u zo met een ieder van ons in deze dienst en ook als we thuis verbonden zijn, zegent u ons. Wij bidden u dit alles in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen.
Jongens en meisjes, heb je het ook wel eens gehad dat je je fietssleutel kwijt was? Dat is lastig, hè? Ik herinner me dat ik dat ook een keer gehad had. Toen was ik op de fiets naar de winkels gegaan en daar had ik hem natuurlijk netjes op slot gezet. De fiets. Boodschappen gedaan en toen kwam ik terug. En ik voelde mijn jaszak. En daar zat mijn sleutel niet. Andere jaszak zat die ook niet. Broekzakken. Nee. Sleutel kwijt. Nergens te vinden. Wat doe je dan? Ik ben toen maar teruggegaan de winkel in. En ik probeerde de route te lopen. Precies zoals ik door de winkel gelopen was. Was mijn sleutel misschien ergens gevallen. Ik keek op de grond, maar kon hem nergens vinden. Ik vroeg het bij de kassa. Hebben jullie een fietssleutel gevonden? Nee. Nou meneer, dan moet u misschien even naar de informatiebalie. Ik naar de informatiebalie. Nee meneer, geen sleutel gevonden. Maar net op dat moment kwam er een medewerker naar de informatiebalie toegelopen. En wat had hij in zijn hand? Mijn sleutel. Ik heb een sleutel gevonden. En wat was ik blij en opgelucht. Nou kon ik gewoon naar huis op de fiets. Gelukkig maar. Ja, jongens en meisjes, een sleutel is natuurlijk heel belangrijk, hè? Met een sleutel kun je eigenlijk heel veel. Het is iets kleins, maar als je een sleutel hebt, dan bepaal jij of de deur op slot zit of dat die open is. De koster hier van de kerk, die heeft een sleutel van de kerk. Dus als je hier in de kerk wil komen, ja, dan moet je het hem vragen. Als de kerk dicht zit, dan moet je het hem vragen. En als die dan nee zegt, dan kom je er niet in. Wie een sleutel heeft, die heeft macht. Die kan bepalen wat er gebeurt. Nou, we gaan in de Bijbel lezen, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus nou ook sleutels heeft. Hij is opgestaan uit de dood, het is Pasen geworden. En nou heeft hij sleutels in handen, de sleutels van het rijk van de dood, de hel en van de dood zelf. Dat betekent dus dat de Heer Jezus erover gaat. Hij is machtiger dan het allermachtigste op aarde. De macht van de dood, die heeft hij verslagen. Doordat hij is opgestaan, doordat het graf leeg was. En de Heer Jezus die wil ons vanmiddag laten weten dat hij machtiger is dan dat. Hij gaat erover. En als je in hem gelooft, op hem vertrouwt, dan hoef je daar dus ook niet meer bang voor te zijn. Hij zorgt voor je. Hij heeft de sleutels in handen. Gemeente, wij gaan lezen uit Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. En wij zingen daarna uit Psalm 27, het tweede en het derde vers. Openbaring 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van die zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag,
viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover.
Wij zingen na het amen van de preek lied 237 uit de bundel Weerklank, alle drie de verzen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Meten wij luisteren naar Openbaring 1, vers 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dominee Mulder die hoopt binnenkort te beginnen met een serie preken over Openbaring 2 en 3, de brieven aan de zeven gemeenten. Vanmiddag dit gedeelte wat eraan vooraf gaat. En als God het geeft bij Leven en Welzijn, als de Nederlandse geloofsbelijdenis tot het einde bepreekt is, dan hoop ik met u in de middagdiensten stil te staan bij het Bijbelboek Openbaring vanaf hoofdstuk 4. Dus dat mag u verwachten. Wellicht dat het goed is dat u met het oog daarop ook al een beetje deze preek en dit gedeelte in u opneemt vanmiddag. Het thema voor de preek is: Christus troost zijn kerk. De opgestane Christus troost zijn kerk. Hij doet dat met zijn ontzagwekkende verschijning en met zijn bemoedigend spreken. Gemeente, maakt u zich zorgen over de kerk? Dat zou zomaar kunnen. Wij zijn vaak bezig met onze eigen kleine wereld waarin we leven en waarin we van alles om handen hebben, met onze gemeente ook. Maar het kan maar zo zijn dat u in de afgelopen weken ook wel iets hebt meegekregen van wat er landelijk speelt in onze kerken, ons kerkverband. Later deze maand vindt hier in ons kerkgebouw het convent van kerken plaats. Alle gemeentes zijn uitgenodigd om afgevaardigden te sturen en dat is iets unieks. Dat is nog niet eerder in de geschiedenis zo voorgekomen. En de situatie is er ook naar. In de brief die elke kerkenraad kreeg, stond het zinnetje: de christelijke gereformeerde kerken zijn hard op weg om als kerkverband uiteen te vallen. Ons kerkverband, ons samenleven als plaatselijke gemeentes met elkaar, dat piept en kraakt in al zijn voegen. En dan kan het zijn dat u daar niet zoveel van merkt, want plaatselijk gaat het kerkelijk leven door, ook onder ons. En er is veel om dankbaar voor te zijn, denk ik. We ontvangen in onze gemeente rijke zegeningen uit Gods genadige hand. Maar tegelijkertijd is het wel de vraag: wanneer gebeurt wat er ook in die brief stond die de kerkenraden kregen? Daarbij moeten we bedenken dat deze dreiging, dat we als kerkverband uiteen zullen vallen, dat die dreiging vroeg of laat ook die plaatselijke gemeenten zal bereiken die tot dusver die dreiging niet als zodanig ervaren. En ja, wat dan? Weet je, daar kun je je zorgen over hebben. Hoe zal dat gaan? Hoe moet dat verder? En niet alleen met ons kleine kerkverband, want laten we het vanmiddag dan ook maar wat breder zien. Hoe moet het verder met de kerk in Nederland? Wat is nog de zeggingskracht van het evangelie in onze tijd? Wat doet het evangelie met u, met jou? Gemeente, soms kan het lijken alsof dat wat vroeger zoveel zegen bracht, dat dat in deze tijd betekenisloos leeg lijkt te zijn. Hoe komt dat? En hoe bereiken we jongeren en jongvolwassenen? Hoe zit je nou eigenlijk zelf op zondag met zegen in de kerk? Wat vraagt dat?
van u, van jou, in een tijd waarin alles ook zo vluchtig is, zo snel weggaat en je zo snel verveeld kunt raken. Misschien dat je soms een preek wel eens zo zou willen wegswipen, zoals je dat doet op je telefoon. Als die niet al te veel aanspreekt, volgende. Maar ja, je moet blijven zitten. Gemeente, over de toekomst van de kerk, daar is veel over te doen. En als die kerk u lief is, dan kun je daar ook heel wat zorgen over maken. En dan komen wij vanmiddag iemand tegen die daar ook alle reden toe heeft en hij eigenlijk nog veel meer dan wij. Het is niet zomaar de eerste de beste. Het is de apostel Johannes. Hij is op leeftijd gekomen. Mogelijk is hij, als hij dit Bijbelboek Openbaring schrijft, al in de 90 jaar. Hoge leeftijd, zeker voor die tijd. De enig levende apostel nog. En tot voor kort was hij volop actief als een bewogen pastor en een bevlogen apostel in de kerken van Klein-Azië, Turkije. Om te preken, te evangeliseren, om in navolging van zijn meester als een herder de kudde van de gemeente te weiden, de schapen op te zoeken, ze te ondersteunen, ze op Christus te wijzen, ongetwijfeld. En om zo Gods koninkrijk en door de verkondiging van het woord en onder de zegen van de Pinkstergeest uit te breiden en verder te brengen. Maar nou is die uitgeschakeld. Johannes is door een decreet van de keizer in Rome verbannen naar een klein eilandje in de Egeïsche Zee, ergens voor de kust van Turkije, het eiland Patmos. En voor ons is dat misschien een mooie vakantiebestemming vandaag de dag, maar voor Johannes is het een gevangenis. Johannes wordt door de keizergemeente gecanceld. Hij moet zijn mond gaan houden. We hebben gelezen dat het vanwege het getuigenis van Jezus Christus is dat Johannes zo deelgenoot is geworden in de verdrukking, vers 9. Daar op dat eilandje ter grootte van Schiermonnikoog, daar kan Johannes, die het maar over Christus heeft en die christenen maakt, daar kan die Johannes geen kwaad meer, zo moet de keizer hebben gedacht. Laat hem daar maar zitten, die oude man. En zo lijkt het ook te zijn. Zie hem daar zitten, eiland, water eromheen. En ergens achter de horizon ligt het vaste land, daar wonen leven en kerken, zijn broeders en zusters in het geloof, die hem zo lief zijn. Maar onbereikbaar. Geen telefoon, geen internet natuurlijk. Patmos is voor Johannes gevangenis. Gemeente, wat moet dat met hem hebben gedaan? Denkt u niet dat hij zich zorgen heeft gemaakt? Ja, niet zozeer over hemzelf, maar vooral ook over die gemeentes. Hoe moet dat nou verder? Wie zorgt er nou voor die gemeentes? Wie brengt nou het evangelie verder? Ja, het kan maar zo, gemeente, dat ook Johannes in de knoop is geraakt met God zelf, met zijn leiding, met de manier waarop hij alles bestuurt. Als je op deze manier aan de kant bent gezet, waarom laat God dat nou toe? Waarom gaat de Heer nou deze weg met hem? En met zijn kerk ook. Waarom nou deze crisis in het koninkrijk? Johannes is monddood gemaakt. En gemeente, nou lijkt dat misschien bij ons wel ver weg te zijn, want u bent hier vanmiddag naar de kerk gekomen en er is u geen strobreed in de weg gelegd. Wij worden niet verbannen. Wij leven in een vrij land, een vrij West-Europa ook. Maar toch is het toch onmiskenbaar dat de voortgang van het evangelie ook in Europa wordt gestuit. Christelijke overtuigingen, zo las ik het, die worden verbannen naar het Patmos
van het privéterrein. Dat wil zeggen, je mag geloven wat je wilt, maar hou het wel voor jezelf. Binnenskamers, binnensmonds. Want spreek je eens uit in het openbaar als christen. Wij voelen vaak aan dat dat spannend is, dat het eigenlijk niet gewenst is. En dan doe je het misschien ook wel niet. En als je er wel toe komt, dan wordt het ook soms zomaar bevestigd. Waar je al voor vreesde. Dan wordt je mening als achterhaald beschouwd, irrelevant. Misschien zelfs wel ronduit onvrij en discriminerend. En wat heeft het evangelie dan buiten de kerk nog te zeggen, gemeente? Wat heeft het nog weinig zeggingskracht? Buiten de kerk, maar hoe zit dat eigenlijk binnen de kerk? Hoe staat het met het geestelijk leven in onze gemeente en in onze kerken? Hoe staat het met prediking en kerkelijk onderwijs? Het is misschien wel eens kaal en oppervlakkig. En dat kan je aangrijpen, toch? Waar moet dat nou heen? Hoe moet dat nou verder? Hoe zal de kerk eruit zien over 10, 20, 30 jaar? En hoe geven we de kerk door aan nieuwe generaties, zodat het een hartelijk beleidende en belevende kerk is, waarin de geest grote dingen doet? Dat is toch wat je mag hopen? En dan is het vandaag Pasen. En dan vieren we de overwinning van Christus op de dood en op de ondergang. Dan belijden we dat aan zijn rijk geen einde zal komen. Dat het een en al heerlijkheid is omdat het Pasen is geworden. Maar wat zie je ervan? Ook in ons als gemeente. En in je persoonlijk leven. Wat zie je er nou van? Van dat nieuwe leven dat in Jezus gekomen is. Wat komt er nou van terecht? Ook van je leven met de Heer. Het is allemaal niet zo paasbest, toch? Wat een lijden, wat een tegenspoed, wat een tegenkrachten zijn er. Nou, zo zit Johannes daar ergens op zijn eiland, afgesneden van zijn gemeenten. Zijn broeders en zusters in het geloof, alleen met zijn eigen gedachten en aanvechtingen, uitgeschakeld en uitgerangeerd. Maar dan wordt het zondag. De eerste dag van de week. De dag van Jezus' opstanding. En gemeente, op die dag verandert zijn zuchten in zingen. Want te midden van al zijn zorgen wordt hem hemelse troost gegeven. Johannes hoort eerst een stem. En als hij zich dan omkeert om te zien wie met hem gesproken heeft, ja gemeente, dan ziet hij iets zo bijzonders. Hij ziet eerst 7 gouden kandelaren. Eentje voor elke gemeente in Klein-Azië. Er waren daar wel meer gemeentes. Maar deze 7, dat is het getal van God. Deze 7 representeren heel Gods kerk op aarde. En dan ziet hij ook iemand in het midden van die gouden kandelaren staan. Een mensenzoon. Een menselijk figuur. En hij is bekleed met een kleed tot aan de voeten. En hij heeft een gouden gordel om zijn borst. Weet je, ongetwijfeld heeft Johannes daarbij gedacht aan de tempel. Die was verwoest door de Romeinen. Maar Johannes die zal dat nog geweten hebben hoe het eruit zag. Jezus verschijnt aan hem als een priester. Met een lang gewaad en een gouden gordel zoals ook de priesters die wel droegen. En hij loopt tussen 7 kandelaren. Het was de taak van de priester om de 7-armige kandelaar in het heilige van de tempel branden te houden dag en nacht. Zo is deze bijzondere figuur daar aanwezig. Priesterlijk dus.
om de lampen, het licht van het evangelie in die zeven gemeentes, in heel Gods kerk, brandend te houden. Als een die zo priesterlijk in heerlijkheid dient. Maar er is nog meer. Want zijn hoofd en haren zijn wit, als witte wol, als sneeuw, stralend wit dus. Dat zegt iets over de majesteit, de reinheid, de heerlijkheid van die van hem afstraalt. Hemelse heerlijkheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam, ziet Johannes. Die zien dus alles. Die dringen door in alles. Zijn voeten zijn als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Dat heeft te maken met iemand die stevig gaat en stevig staat. Iemand met een vaste gang, doelgericht, niet het spoorbijster, maar op koers. Een gang ook in heiligheid, brandende heiligheid en zuiverheid. En zijn stem maakt ook veel indruk op Johannes, als het geluid van vele wateren, het klatert door de lucht. En hij houdt zeven sterren in zijn hand, kom ik zo nog op, en een tweesnijdend zwaard komt uit zijn mond. Een zwaard dat aan twee kanten van het lemmet scherp is. Daarmee wordt bedoeld het woord van God. In Hebreeën 4 staat dat dit tweesnijdende zwaard van het woord alle menselijke gedachten blootlegt en het legt het uiteen, het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Dit past wel bij God en bij zijn woord en bij zijn heiligheid en dat niet. Weet u wie is deze menselijke figuur? Ja, dat moet Jezus zijn. Ja, niet zoals Johannes hem gekend heeft voor zijn sterven en opstanding. Hij verschijnt hier aan hem in hemelse gedaante. Johannes ziet hem als de opgestane levensvorst met al zijn majesteit, als zijn heiligheid, als de allerheiligste priester en de allermajesteitelijkste koning. En ja, hij wandelt tussen zeven kandelaren. En hij houdt zeven sterren in zijn hand. En in vers 20 lezen we wat daarmee bedoeld wordt. De zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. En de zeven sterren, dat zijn de engelen van de zeven gemeenten. Wie daar nou precies mee bedoeld worden, dat is niet zo makkelijk. Het kan gaan om de leiders van de gemeenten. Maar het is ook mogelijk dat elke gemeente een vertegenwoordigende engel in de hemel heeft. En dat zo elke gemeente voor Gods aangezicht is, voor het aangezicht van Christus is, nacht en dag. Een gemeente die opgestaan naar Christus staat nu in het midden van die kandelaar. En hij houdt die sterren vast met zijn hand. Is dat niet troostend? Johannes, die bezorgd is over die kerken in Klein-Azië. Maar nu mag hij de verheerlijkte Christus zien. Te midden van zeven gouden kandelaren. Deze Christus, zo vol majesteit en macht. Hij staat in het midden van zijn kerk. Hij staat. Hij is er niet bij gaan zitten om te kijken van wat maken ze ervan. Hij staat. En die kerk die houdt hij vast. Die is veilig in zijn handen. Gemeente, hij zorgt ervoor dat niemand van de zijnen verloren gaat. Hij bewaart zijn kerk bij zijn volbrachte werk. Hij bewaart hen bij het offer dat hij als priester bracht op Golgotha. De verzoening van hun zonde door zijn sterven. En dat het woord tweesnijdend is, ontdekkend, scherp, geen slap verhaal. Daar bewaart hij zijn kerk ook bij.
Geen feel-good evangelie, dat je alleen maar over de bol aait. Nee, gemeente, het evangelie gaat op het scherpst van de snede. Het gaat over leven en dood, over eeuwig leven of eeuwige dood. Zo ziet Johannes Christus. En wat doet dat met hem? Nou, hij valt. Met deze Jezus is hem veel te machtig en veel te heilig. En maken wij daar vanmiddag wat van mee? Is dat nou niet waar? Wie zijn wij nou, gemeente? Wie ben je als gemeentelid? Hoe zouden wij nou kunnen bestaan voor deze heilige, majesteitelijke Christus? Wiens ogen zijn als een vuurvlam. Hij ziet alles, hè? Hij dringt door tot in het diepst van je hart. Hij weet hoe het gesteld is met je geestelijk leven. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Dat legt precies uiteen, zoals een slager de stukken vlees met een scherp mes lossnijdt. En het ene stuk wordt dit en het andere wordt dat. Zo snijdt ook het woord van God in je leven. En het legt precies apart wat wel voor hem kan bestaan en wat niet. Wat hem wel behaagt en wat niet. Gemeente, als je voor die Christus staat, als je dat tot je door laat dringen. Kijk, dat zijn beelden. Het is een visioen wat Johannes ziet, maar dat is ook de werkelijkheid. Dit is wat de Heer Jezus op dit moment, op de zondag, doet en hoe hij naar ons kijkt. Hoe hij ook kijkt naar ons als gemeente en ook naar ons als kerkverband. En wie zal dan nog staande blijven? Johannes valt als dood. Ja, als dood. Johannes valt, maar hij komt goed terecht. Hij komt terecht aan de voeten van Christus. En als hij daar dan zo ligt, dan voelt hij opeens een hand op zijn schouder. Want dat brengt ons bij het tweede. Christus troost zijn kerk met zijn bemoedigend spreken. Christus legt zijn rechterhand op de schouder van Johannes. En u weet wel, dat is die hand die aan het kruis gehangen heeft. Een doorboorde hand. Het litteken getuigt er nog van. Ik voor jou, Johannes, omdat jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar dat hoeft niet. Ik voor jou. Dat heb ik gedaan. Op Golgotha heeft hij zijn kerk gekocht, gemeente. En vol tederheid legt Christus die hand op de schouder van zijn dienaar en hoor wat hij zegt. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Vrees niet, gemeente, dat is de paasgroet. Zo klonk het al in de bovenzaal toen Jezus na zijn opstanding verscheen aan de discipelen. Vrede zij u. Hier klinkt het ook. Wees niet bevreesd. Dat is zo ongeveer hetzelfde als: heb goede moed. Hou vol. Met de Corrie ten Boom heeft daar iets moois over gezegd. Weet u wat moed is? Christelijke moed. Dat is vrees die gebeden heeft. Christelijke moed is vrees die gebeden heeft. Je bent bang, je maakt je zorgen, maar dan leg je dat in je gebed aan de voeten van Christus neer. Deze Christus.
Vol van majesteit en heerlijkheid. En dan schep je moed. Want hij houdt de sterren in zijn hand. Hij is het die te midden van de kandelaren wandelt. Hij is het die de dood heeft overwonnen. Ik ben dood geweest, zegt Jezus tegen Johannes. En je kunt het zelfs zo lezen. Ik ben een dode geweest. Ja, dat was die. Hij werd door Jozef van Arimathea in het graf gelegd. Gestorven aan het kruis, niet meer schijndood. Echt dood. Dood geweest. Het is nu voorbij. Nu leeft hij tot in alle eeuwigheid. En Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben. Die woorden heeft hij al eerder in de mond genomen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu hier, ik ben de eerste. Voor mij was er niets. Ik ben de laatste. Na mij zal er ook niets zijn. Ook de dood niet. Die is niet meer het laatste. Dat is het voorlaatste. Hij is overwonnen. Gemeente, is het niet heerlijk wat hier gebeurt? Christus staat voor zijn kerk in. Hij bemoedigt Johannes, zijn kind. Vrees niet. Ja, en hoort u het dan ook maar voor uzelf vanmiddag. Vrees niet, mijn broeder, mijn zuster. Ik ben de eerste en de laatste. En gemeente, alles wat wij nou meemaken, waar je je zorgen over maakt, persoonlijk of voor de kerk. Alles wat op niks lijkt uit te lopen in je leven. Alles ook waarvan je tot het inzicht komt, ik ben zijn heil totaal niet waard. Alles wat zou maken, gemeente, dat je dood aan zijn voeten zou moeten vallen. Dat staat er nou allemaal tussenin. Tussen alfa en omega. Daar zit het hele alfabet van onze zonden en zorgen. En het wordt omklemd door deze opgestane levensvorst. Die gestorven was, een dode in het graf, maar die is opgestaan en die leeft tot in eeuwigheid. En welk onweer er nou ook opsteekt in je leven. Welke kwalen je lichaam bedreigen. Welke ziekten je benauwen. Jezus zegt, ik omspan het allemaal. Ik ben je bron en je doel. En gemeente, hij stuwt alles naar het einde. Naar de voltooiing en de voleinding. En het loopt hem niet uit de hand. Met zo'n God durft hij toch wel aan. Als deze Christus nou de koning van zijn kerk is. Als deze Christus nou de koning van je leven is. Dan durf je toch wel op de vijand aan. En zeker als Jezus dan tenslotte nog iets zegt. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Gemeente, in Jezus' handen liggen sleutels. De sleutels van het dood en van de hel, het rijk van de dood. Ik legde het net al aan de kinderen uit. Als je ergens de sleutels van hebt, dan heb je er zeggenschap over. U heeft uw huissleutels in uw zak, want u gaat erover wie er wel of niet bij u binnenkomt. Dat maakt u uit. Nou gemeente, zo heeft Jezus nou de sleutels van de hel en van de dood. Hij gaat erover. Het is in zijn hand. Hij gaat ook over eeuwig wel en eeuwig wee. De beslissing voor je eeuwige toekomst. Gemeente, die valt bij hem. Of je op hem vertrouwt of niet. Of je in hem gelooft of niet. Of je hem kent of niet. Of je hart voor hem is opengegaan of ook niet.
Of je voor hem op je knieën valt of niet. Door Jezus sterven en opstanding. Gemeente, kan hij zondaar doen opstaan in een nieuw leven. En wie tot hem komt, ontvangt het. In zijn handen liggen de sleutels. Hij kan een zondaar aan de macht van de dood ontrukken. Omdat hij ook priester is. Omdat hij ook betaald heeft. En als wij de schuld van ons leven voor hem belijden, dan gaat op dat moment de gevangenisdeur wijd open. En dan mag je bevrijd zijn uit de gevangenis van de dood en van het oordeel van God. Dan ontsluit hij voor jou de toekomst, de toegang tot het leven. Jezus heeft de sleutels in handen, omdat hij dood was, maar nu leeft en zijn leven als losprijs gaf voor velen. Het werd Pasen, gemeente. En toen deed Jezus de deur open van het graf. Niet van de buitenkant werd die open gedaan, maar vanaf de binnenkant. En er werd eeuwig leven aangebracht. En gemeente, Johannes valt. Wie kan blijven staan, oog in oog met deze heiligheid? Maar hij komt goed terecht. Want aan de voeten van Christus, dat is de hoogste plaats. Dan ben je aan de voeten van de sleuteldrager. Dan ben je aan de voeten van hem die alle macht heeft in hemel en aarde en die zijn hand op je schouder legt en het tegen je zegt: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En al jouw zorgen en zonden, al je pijn en je verdriet en ook al het kerkelijk gekrakeel. Ze staan tussen deze haken. Het speelt zich af, gemeente, tussen twee doorboorde handen, van waaruit vergeving en verzoening vloeit en vernieuwing van ons leven. Is dat uw koning? Ik hoop het zo. Is dat het waarom je vandaag Pasen viert? Dat hij dit voor zijn kerk is, dat hij dit voor mij wil zijn. Deze Christus. Gemeente, hij houdt vast. Hij laat niet los. En hij leidt, hij regeert en hij geeft je moed. Steeds weer opnieuw. En als het laatste der dagen aanbreekt, gemeente, dan haalt hij zijn kerk thuis. Dan verzamelt hij al de zijnen en brengt hij ze tot heerlijkheid. Dan zal zijn kerk hem zien. De koning in al zijn heerlijkheid en pracht. Daar gaat het op aan. Bent u erbij? Val hem te voet. Dan zul je erbij zijn. Want gemeente, God is getrouw. En zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit en hij roept ze allen. Die het heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn woorden, zijn beloften, geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heere, u bent getrouw. En uw plannen falen niet, Heere. U gaat door. U bent de Heer van uw kerk. De eigenaar. U bezit haar, u heeft haar gekocht met uw bloed. En hier als we dan naar de kerk hier op aarde kijken en wat wij als mensen ervan maken. Heer, dan slaat de schrik om ons hart. Wilt u het ons vergeven, Heer? Vergeef het toch, wanneer we in ons denken en in ons spreken tot oordelen zijn gekomen, het veroordelen van anderen, het laatdunkend spreken over anderen. Heere, geef toch oprechte bewogenheid met de ander. Zoals u, Heer Jezus, bewogen was en bewogen bent. Met uw kerk, met alle die u toebehoren. En Heere, dan bidden wij u of u in prediking en kerkelijk onderwijs met uw Heilige Geest wil werken. Zodanig, Heere, dat het een helder geluid geeft. Dat het een tweesnijdend zwaard is. Vermaning en vertroosting. En Heere, dat we zo ook u, Heer Jezus, steeds voor ogen mogen houden, zoals Johannes u zag. Ook in de troost die in dat beeld gelegen is, Heere, want u wilde hem daarmee bemoedigen en u wilt ons ermee bemoedigen. Wees niet bevreesd. Heere, dank u wel dat dat de grond mag zijn, de basis. Dat u bent opgestaan en dat u alles hebt overwonnen. Alle zonde en ongerechtigheid. Heere, er is vergeving voor. En er is vernieuwing mogelijk. Heere, wij bidden u. Wilt u alle voorbereidingen zegenen? Die worden gehouden voor het convent van onze kerken. En ook voor daarna, voor de generale synode. Heere, wilt u allen die samenkomen om ook hierover met elkaar in gesprek te gaan over ons kerkverband? Wilt u hen zegenen met wijsheid en bedachtzaamheid, met de liefde van u en de waarheid van uw evangelie dat volkomen betrouwbaar is? En Heere, wilt u dan wonderen doen en een weg wijzen naar de toekomst toe, waarin we samen op kunnen blijven gaan tot eer van u, Heere. Opdat uw naam geen schade zou ondervinden en tot spot zou worden. Heere, bewaar ons daarvoor. Wij willen u danken dat u ons vanmiddag samenbracht. En wees u ook met een ieder van ons, Heere, dat u de eerste en de laatste bent. Het betekent dat ook ons eigen leven daar ergens tussen valt, met alles wat erin is. Met alles waarvoor we dankbaar en blij zijn. En ook al datgene wat ons zorgen geeft, waar we verdriet over kennen en pijn. Heere, geef dat ons dat tot troost mag zijn. En gaat u zo met ons mee de nieuwe week ook in. En als we morgen als gemeente bijeen mogen komen in de paasbijeenkomst. Samen met vele gasten, zo hopen wij ook en daar zien we ook naar uit. Heere, laat ze ook uit de wijk mogen komen die u nog niet kennen. Breng ze op ons pad, Heere. En geef dat ze hier ook een plek mogen vinden. En zegent u dan ook die bijeenkomst en alle die daarbij daaraan een bijdrage zullen leveren.
Heere, neem genadig weg wat niet was naar de eis van uw heilige wil in spreken en in luisteren. En hoor naar ons gebed in Jezus' naam. Amen. Met u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 118, daarvan het 8e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.